was het jank is, maar als ik hem even voordoen, ja. Is de bovien van het spraak, ja. De deze spier. Mm-hmm. Dus ja, die geest aan boven de vingers gaat, als ik geest aan boven de vingers is de pijls voor je opdraling. Ja, en dan heb je het. En dan heb je het. Dus hij is hier gewoon een beetje strak. Ja. Het is heel vaak voor me. Dus ik geef nou wel lekker een lekker slikje en kauwen en straks krijg ik ook die eerste gat in. En dat is alweer het teken van dat ze dingen los zitten liggen. Dan krijg je de spannen mooi aanvoelen. Oké. Okay. Ze vinden het wel lekker. Ja, echt wel. Het is wel vertjenen. Kom eens.
Het is ervoor, jongen. Hé. Hey. Ja. Zal ik daar dan? Zo, Uniek? Ja. Lekker. Hey. Dan is juist al wat ietsje, dat het vuil al wat iets meer mooi van niet flubbert. Maar Friesen zit die schouders te hard in de stijl, maar dat zijn er. Oké. Okay. Iets hier, maar heel mooi. Ja. En dan zit hij helemaal achter zelf. Ja. Dan pak je die spier helemaal beet, zeg maar. Ja, hier zit het schouderblad en anatomisch jongen kan je dat er zo uitpakken eigenlijk. Oh, echt? Er zitten alleen maar spieren en pezen onder de vest. Oh. En heel vaak appelmoen, dus die haren was wel heel strak, maar nu met eigenlijk meer ertussen trokken. En wij hebben dan een schouderbeen. Ja. Ja. En dat waren hun net. Oh. Dus in principe hing het dat gewoon met spieren en pezen, die hele voorpoot, hing het dat maar spieren en pezen onder rond. Wat een nieuw idee, ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel sterk. Ja, ja. Maar ik kan je voorstellen dat die vaak dan hele grote krachten op komen te springen. Ja, dan, en dan worden die spieren wat strakker. Ja. En vooral met Friesen die dan, dat zijn net, ja, maar die dan wat barak en een sier hals en die, en dat kan je dan hier wel vernemen, zeg maar, in dit gebied. Thank you.
als ik dan slaan klappie. Dat noem je dan eigenlijk een mooie percussie. Dan klap je, dus ik sla er net op met klap. En dan shustel, dat alles mooi in de web drilt. En terwijl die trilling, dat komt heel fier in de spieren, zeg maar. En dan activeer je samen mooi de bloedsomloop en de aanvoer van zuurstof in de spieren en alle cellen. En daarmee de afvoer van alle afvalstoffen. Dus ik altijd een spier waar nou ja, altijd een soort kracht op zin, een ja. Hamstring. Ja. Die heeft zij wel aardig strak. Oké. En dan is hij lekker los. Ja, dit is de motor, hè? Uh-huh. De motor van de spier. Nou, klaar al. Nou Uniek, voelt het lekker? Is helemaal zen? Hé? Hey.